Midden op Walcheren, in Middelburg, ligt miniatuur Walcheren. Op een kleine oppervlakte zijn hier alle beroemde bouwwerken verzameld die dit eiland bij de toerist zo bemind maakt. Een van de mooiste miniaturen is de Middelburgse Lange Jan. Vlakbij deze toeren, de echte dan, werd de grote jaarlijkse ringrijderij gehouden, waaraan door bijna 100 zeven werd deelgenomen. Met een speciaal soort lansen moeten deze moderne ridders proberen de ring te bemachtigen die halverwege de baan wordt opgehangen. Voor de zeven met hun zin voor traditie is dit folkloristische feest telkens weer een evenement. In uiterste concentratie jagen de ruiters op hun doel af. Er wordt een felle strijd gevoerd om de meeste treffers. Niet iedereen is even gelukkig. De commissaris der koningin, Jonkheer de Kazenbrood, overhandigt tenslotte niet helemaal trefzeker de beker van koningin Juliana aan de ringrijder Koppekan uit Zoutelanden, die de meeste punten behaalde. Op traditionele wijze werd hij voor zijn prestatie gehuldigd.